Nee, echt. Van je vrienden. Is dat niet een vriend? Dus wanneer jij er alleen staat, wat dan ik zo, dan heb ik gewoon een pittenliste. Oh, wauw, ik sla het even voor je. Nee, niks. Wie ik helemaal vier. Nee, omdat hij daar ook zo blind is als een mol. Letterlijk, de mol is zo blind als een mol en kende mol vier. De mol in een band met ranged attacks is dat zelf gehalveerd. Dat je nu site wel, pak nu dat hij hierover zou willen gaan. Is dat rough terrain, moet hij gooien. Als hij hierover gaat, dat is een tunnel. Dat is het probleem. Je bent gewoon hier. Wilde ergens passeren, moet uw base kunnen passeren. Nou, dat is wel. Dat is terug. Onze Pikachu, hè? Als je door het water wilt, moet je tot onder over gaan en aan de volgende beurt met deze, met een difficult rain movement proberen erover te gaan. 12. Ja, dat is echt een speciaal. Dat is dan met de baas schulden. Ik heb het niet opgeschreven. You can even play a game afterwards if you like. En dat speelt daar. No problem. En die gaat daar op schieten, dat zijn deze verzeren. Op de gats. Dus hier een nimbal is niet meer hier. En these are the rules. Dat is de official rulebook van de game, so it's actually an existing game. Sorry? It's actually an existing game, and that's the rulebook we just modified. Normally it's a catch the mouse, so with a mouse combo that's in the flood there, but... Yeah, pick up the mouse and... Yeah, we just changed it. Initiative B is... They're based on the Red Band books from Brian Jock, which are English rule books, but nobody knows them, but like, the next pop one will be good. Yeah, you can be all woods on the screen, then. Yeah. It's a skimmish game, okay. Yeah. Normally you play a tree spin. In the end. We simplified the rules a bit, took out parts which are needed for a demo game, like magic, building your headquarters and everything. It's a really a fun campaign, so if you've got a group of competitive players, I'm not gonna play them. So it's really for the relaxing style game. Yeah. So it's like a more time, bit like in the cinema. Getting these experience and everything. So we took out simple rules like the shooting, the moving, everything without. Vijf om nog uit te zijn, daar gooi je neer. En dan elke beurt moet een D6 gooien. Gooi je een D6 voor die je terug wakker. Dus.